Ik ben niet bang, maar ik ben bang dat het voor hem pijn gaat doen. Waarom Ruud en ik het tegen elkaar op gaan nemen is dat Ruud zich bedreigd voelt door mijn aanwezigheid en mijn presence. En hij vindt dat hij de enige echte alfa-utopiaan is die er ooit heeft rondgelopen. 2, 1. Oké, ik vind het een feit. Ik ga winnen. Nou ja, omdat ik zelfverzekerd ben van mezelf. Ik weet wat ik in huis heb. En als ik zo naar hem kijk, ik heb hem natuurlijk een beetje kunnen volgen op de stream, dan moet dat een makkie worden. Ik denk niet, ik weet dat ik ga winnen. Omdat ik er alles voor heb gedaan wat er voor nodig is. Ik de beste trainer en coaches heb die je maar kan krijgen. Ik mentaal volledig voorbereid ben. Ik het hele wedstrijd al meerdere keren in mijn hoofd gevochten heb. En omdat Ruud niks voorstelt. Daarom ga ik winnen. Ik ben nergens bang voor. Nee, pijn is een emotie. En die klappen, dat voel je op dat moment helemaal niet door de adrenaline wat erin zit. Ik ben niet bang, maar ik ben bang dat het voor hem pijn gaat doen. Als ik je zo zie rondrennen, dan lijkt je wel een vrouw.